Jeffrey en ik zijn vandaag afgereisd naar Roosendaal, naar het Skydive Centrum hier zo. Jeffrey gaat zo meteen de game Gravity Rush spelen en ook nog eens een keer gaan skydiven in een hele grote windtunnel. En je gaat alles zien in deze reportage. Jeffrey is zojuist teruggekeerd van het skydiven, wat er echt heel erg tof uitzag. Maar we zijn natuurlijk maar één reden, namelijk de game Gravity Rush. Laten we bij het begin beginnen. Het is een PS Vita game. Het heeft een beetje een comicstijl uiterlijk, om het zo even te zeggen. Ja. En het gaat om één ding, namelijk de zwaartekracht en dat manipuleren. Kun je kort even wat over het verhaal zeggen, over de graphics en ook natuurlijk over hoe de gameplay samen met het verhaal werkt? Ja, het verhaal draait om begint in een klein dorpje. Waar een hoop mensen wonen, natuurlijk, waaronder Kat. En Kat is een dame, een meisje, een beetje Japans-achtige leeftijd. Die wordt overvallen, net als de rest van het dorp, door een gravity storm, een zwaartekrachtstorm. En precies op dat moment wordt een ander meisje ook ontvoerd door die storm. Want in die storm zitten een aantal grote vijanden, zeg maar. En Kat krijgt dan superkrachten, waardoor ze dat meisje kan redden. Die superkrachten gaan natuurlijk over zwaartekracht, want daar heeft het spel mee te maken. Dat werkt goed samen in samenwerking, zoals je al zei, met de graphics. Het sfeertje, het Japanse sfeertje, komt goed over, zowel in de gameplay als de graphics. Alleen de controls, daar had je het nog niet over. Ik begreep dat jij die wel oké vond. Ik had er nog wat moeite mee. Ja, wil ik dat even beginnen over de controls inderdaad. Je hebt natuurlijk allerlei soorten nieuwe dingen op de PS Vita, zoals een touchscreen. Ja. Op de voorkant, op de achterkant. En veel uitgevers, ook vooral die van Sony, die proberen alles te gebruiken. Wat af en toe niet zo heel makkelijk is, aangezien je genoeg knoppen ter beschikking hebt om de verschillende moves uit te voeren in ieder geval. Maar verder, het zwaartekrachtgedeelte in ieder geval, wat natuurlijk een hele grote rol speelt in de game. Dat bestuur je allemaal met je pookjes. En met de right trigger in ieder geval. Ja. Ik vond het wel goed werken. Had je daar veel moeite mee? Nou, in het begin wel, zoals ik al zei. Maar het went wel, zeg maar. Op een gegeven moment werd het wel beter. Maar om te zeggen dat ik het al helemaal onder de knie had, nee, nog niet. Niet na een half uur in ieder geval. Na een hele toffe dag gehad te hebben hier in het Skydive Centrum in Roosendaal, gaan we nu weer richting huis. Maar treur niet, we hebben nog heel veel recensies en impressies van onder andere games op onze website staan, namelijk nieuwewets.tv.